Oké, goed. Ik ben Xavier, dat is mijn collega Thijs. Wij gaan het dus hebben over customer-centric advertenties. En bij het woord online advertenties hebben de meeste mensen dit gevoel. Ze zeggen dan ook dat adblockers de dekentjes zijn van 2019. En de reden waarom dat advertenties online zo hard sukken, is de volgende. We spreken wel veel over customer-centricity, maar wanneer het gaat over online advertenties, hebben de meeste bedrijven toch de neiging om vanuit hun eigen te vertrekken. Ze denken, ik heb een product of een dienst of een service en ik ga die sturen naar mijn klanten. En dat is wat ik zelf ook altijd al heb gedaan. Ik verzamel zoveel mogelijk data over jullie allemaal, wat jullie doen op het internet. En dan ga ik jullie kapot spammen met mijn boodschappen. En als jullie gekocht hebben, dan voel ik mij behoorlijk slim, zoals dat hondje. Maar het probleem is dat die advertenties heel schreeuwerig zijn en heel vervelend. We denken dan ook dat het hoog tijd is om dat model om te draaien. Voilà. Wat als we nu een keer zouden vertrekken vanuit de klant zelf? Wanneer dan op dat moment gaan we gaan vragen, wat zijn zijn problemen, wat zijn zijn noden, waar zit die klant op dit moment bij? En wat je als bedrijf dan gaat doen, is gewoon zoveel mogelijk proberen te helpen. En het is waar, op korte termijn ga je niet altijd sales genereren, maar op lange termijn ga je wel customer loyalty kunnen creëren. De enige vraag die jullie als marketeers, als bedrijfsleiders moeten gaan stellen is, hoe kan ik helpen? En op dat moment kan je dan ook op die vraag beantwoorden met bijvoorbeeld een aantal campagnes of online advertenties. Bij Invisible Puppy hebben we al een aantal van die campagnes gedaan. En Thijs, ga jullie daar graag in verder breiden. Ja, dankjewel. Het is natuurlijk niet evident om met advertenties altijd customer-centric te zijn, maar je mag ook geen opportuniteit laten liggen wanneer ze er zijn. We geven graag 3 voorbeelden, 3 concrete tips over hoe jullie dat kunnen gaan inzetten. De eerste tip is: maak segmenteren niet moeilijker dan het is. Kijk, als marketeer zouden we niks liever doen dan 50 verschillende boodschappen voor 50 verschillende doelgroepen maken, maar er is simpelweg niet altijd de tijd en de middelen voor. Nu, wat je vaak ziet, is dat de communicatie dan maar ongesegmenteerd wordt verstuurd. En dat is volgens ons ook geen oplossing. Bellenwaarde heeft op Clever opgelost. En wat hebben we met hen gedaan? We hebben daar gemerkt dat er een concreet verschil is tussen Oost- en West-Vlamingen, hun doelpubliek. West-Vlamingen wonen over het algemeen niet zo ver van Bellewaerde en die gaan al snel bij een verjaardag, bij een communie, de stap zetten om naar Bellewaerde te gaan. Daar spelen we dan ook op in. Voor een Oost-Vlaming is die drempel hoger. Die moet waarschijnlijk nog een uur in de auto zitten, moet die dag echt gaan plannen. Die staat daar niet op 5 minuten. Dus voor hen hebben we dan de tools gegeven om die dag echt goed te gaan plannen en om duidelijk te maken, kijk, van deze punten in Oost-Vlaanderen is het zo ver rijden tot bij ons, om die interactie vlotter te laten verlopen. De tweede tip is, haal het meeste uit je branded search campagne. Wat is die branded search campagne nu? Wel, dat is bieden op je eigen naam in Google, om daar advertenties te krijgen. Nu, dat is een vaak verwaarloosde campagne. Waarom? Search marketeers krijgen vaak geen krediet voor wat daaruit voorkomt. Want die mensen kenden ons toch al, dus het is niet jouw verdienste dat die klanten binnenkomen. Dat is natuurlijk voor een deel waar, maar het is dan ook zonde van die campagne dan niet te gaan inzetten om toch nog meer resultaten te kunnen bereiken. Ja? Een voorbeeldje is bij Bostoen, iedereen's favoriete nieuwbouwfirma, is dat zij vorig jaar verhuisd zijn van Drongen naar Gent. Wat merkten wij in ons branded campagne? Dat er nog heel veel mensen Bostoen Drongen intikten. Ja, dus wat hebben we gedaan? Op die specifieke zoekopdracht een advertentie geplaatst van hey, ons kantoor is verhuisd naar Gent. Hier is alle info, je kan ook nog eens een rondleiding volgen in het nieuwe kantoor. Derde tip is, vergeet jouw eigen klanten niet. Ja, probeer nu eens ook eens te gaan adverteren naar jouw bestaande klanten. Het wordt vaak niet gedaan. Dikwijls heb je je e-mailadres al. Je hebt een als Facebook-liker of op LinkedIn, wat dan ook. En daarom gaat adverteren dikwijls vergeten worden. Maar je hebt net alle informatie die je nodig hebt om die klant een enorm relevante advertentie te kunnen geven. Bijvoorbeeld CCV, die betaalterminals aanbiedt voor zelfstandigen, die kunnen kijken in een database, oké, welke mensen hebben nog een oud toestel, en die mensen kunnen dat dan krijgen aan een goedkopere prijs als zij overstappen op een nieuw toestel. Daarom hebben zij naar hun bestaande klanten geadverteerd en op die manier eigenlijk op een non-intrusieve manier dat aanbod kunnen communiceren naar hun klanten toe. Dus,
mensen die bezig zijn met marketing, mensen die bezig zijn met advertising, maar ook andere mensen die ermee aan tafel zitten, denk na bij je volgende advertentiecampagne, hoe je advertenties kan inzetten en hoe jij je klanten kan helpen, ook al is het maar een heel klein beetje. Veel succes!